Hallo mensen, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag zijn we weer bij een nieuwe vlog. We gaan verder met die curry wat we vorige week ook aan het doen waren. En we gaan ze nu een hakenkruis maken, dus kom. Ja, okay. Daar was ik wel bang voor. Jongens, het gaat gebeuren nu. We gaan de curry halen en dat andere ding. Komt hij binnen? Ja. Is van de man in college 1. Slaak de cameraman. Kan niet! We moeten een nieuwe cameraman inhuren, dus... Ik krijg niet betaald. Die krijg je wel. En hou je bek. De cameraman op zijn bek te houden, jongens en meisjes. Dus als er een dress is, een cameraman van de Monkey Facts Squad, laat het vooral weten. We zijn aangekomen... Nee, oprotten. Nee, we zijn aangekomen bij het huisje van de ex-cameraman binnenkort. 2,45, dan weet je dat ook. Dus als je wat te jatten wil hebben, hier moeten zijn. We hebben een prachtige curry. En ja, we gaan dit even zo... Ik weet niet of die leeg gaat zien, maar we gaan naar buiten. Jongens, kijk, dit is al een prachtig resultaat van de nieuwe generatie herrenzetters hier op Eikenhagen. Dat vind ik mooi om te zien. Fijn om te weten dat het goede opvolgers hebben. Nou, ik neem aan dat het er echt niet gezien gaat worden. Het moet wel opgepast natuurlijk. Een historisch moment, zou ik zeggen. Hoppa, zo flink curry. Dit is echt erg. Zo. Maar het is wel serieus geen verkeerde curry, hoor. Dat kan ik je wel zeggen. Nee, ziet er goed uit. Ja, lekker plakkerig misschien. Goed gekeurd. Die is van 4 maanden geleden. Zo, hoppa. Moet je natuurlijk wel niet falen natuurlijk. Even kijken. Zo. Zo. Even kijken, nog een curry erbij doen. Hoe heb je daar ooit genoeg curry van gehad in de eerste keer? Dat weet ik echt niet. Want nu we naar buiten komt, gaan we gewoon echt hard rennen. Zo, nog wat erbij. Zo. En hier heb ik ook een 7% betaald of wat was het toen. Even kijken, ongeveer. Maar welke kant moet je die dingen nu op? Want dat is nou maakt het niet uit, doe gewoon wat. Of, ik doe het meestal zo volgens mij. Ik doe gewoon met de klok mee. Ja, dat klopt. Hier even eentje, zo. Oh, oeps. Okay. Zo. Ik kan niet opvatten. Oké. Okay. Wat kan ik hiermee doen? Weggooien, wat het bewijsmateriaal zijn. Ja, oké. Okay. Dat is toch een vullenbak. Nou mensen, wij hebben onze missie verbracht. Natuurlijk enigszins... oppassen dat niet iemand iets hoort wat niet gehoord mag worden. Behalve natuurlijk dat je op de Minecraft Squad 3 kruis per jaar genereert. Moet abonneren. Beste YouTube kanaal van Nederland omstreken, Europa en de rest van de wereld. Like, subscribe. Jongens. Herres. Ode. Wat dacht je ervan? Kankerkrek. Of granny, wacht. Wacht. Vieze kak is dat. Vieze kak. Laufenberg. Kom hier uit. Of Laufenberg. We gaan veel mee eens een keer, joh. Nee, ik ga niet. Er is bijna geïnstalleerd. Oh. Vieze hoer is dat daar. Vieze hoer. Vieze hoer, vieze zwarte hoer. Installing. We gaan... Wat doe jij nou weer? Ja. Oh, dat kan niet. Terecht houden. Oké, sorry. Jong, zo kan ik het nee, niet editen. Nee, rustig. Oh, vieze. We gaan Granny spelen, jongens. Lang geleden play. We gaan beginnen. Kom maar meekijken.
Oh, nee! Geluid volledig aan, want anders hoor ik Granny niet aankomen lopen, hè. Oh. Opschieten! We kunnen beginnen. Oh, wow. We gaan op extreme. Copyright! We gaan op normal difficulty. Loop. Hou je bek, jongen. Ik ga Granny helemaal de tering in neuken. Ja, begin maar. Granny! Sorry. Hey! Cameraman. Slechte cameraman. En niet meer koekjes. Wel. Oprotten. Hoe fatsoenlijk veel. Ja, je is het genoon. We gaan... Hey, begint dan. Ik heb het gefilmd. Oh. Kom, we gaan Granny uitdagen. Pak die vaas op, hè. Oh, oeps. Kijk, daar komt die vieze kak dadelijk, hè. Daar komt de kak. Oh, daar komt ze. Oh, zo snel, Pik. Zo snel. Oh, dit. Oh. Oh, maak die deur open. Ja, dat komt wel als je de vaas hebt. Ja. Ah, sorry. Dat is heel dichtbij, Pik. Waar komen ze vandaan? Dit allemaal speekstof in mijn mond. Ja, dat kan niet gewoon helemaal. Ik weet niet wat er vandaan kwam. Ik ook niet, zoals ik niet helemaal daar. Dag 2 al, jongens. En die gaat racen. Racen, ja. Déjà vu. Wat? Ik zeg déjà vu. I have to leave this house. Hoppa. Kut hoeren, kut Granny. Ah, ze komt al. Ah, kut sorry. Granny, pak me dan. Kom halen dan, hè. Kut hoer. Oh, kut. Kut hoer. Hè? Kut hoer. Vieze kut hoer. Vieze hoer. Vieze slet. Godverdomme ze kanker, Granny. Dat komt zo. Vieze kek. Ja, je kan me toch niet pakken. Wat een vieze kek is daar. Ze schuift de hele tafel. Dat komt. Zag je dat? Ze schoof de hele tafel op. Kan ze dat nog een keer doen? Dan wil ik nog eens zien. Hier, kijk, hij ligt niet helemaal hier. Ze had hem helemaal verplaatst. Hey, wat is dat dan? Wat is dat? Ik stond aan de andere kant van de kamer en ze slaapt me nog steeds. Wat is dat van zeik? Ja, nee, dat kan gewoon niet. Zag je dat? Kom maar, copyright. Ja, klaar met die zeik weer, hè. Copyright. Hij niet weggevoerd. Dat is gewoon copyright. Het gaat ook niet weg, hè? Nee, niet de copyright. Dan krijgen we weer een strike aan die onzin. Ja, kan je dag 3. Oh, je bent eigenlijk goed bezig. Ja, ik weet het, man. Ik weet het. Ik zit al bij dag 3, hè. Stel je voor, je zit al bij dag 1. Ik ben al 3 dagen bezig. Ja, kom kijken. We gaan weer los met Granny. Ik wil dat ze nog een keer die tafel op. We gaan onder een bed verstoppen, dat ze onder een bed in komt. Oh, oké. Okay. Moet de hoer even komen, hè. Oké, kom je als even hierin, dus Kachi. Doe dat nog eens. Kom, schuif hem op. Wat doet ze nou? Wow, ze is kolenbom. Waarom is ze zo snel, Pik? Ze is zo snel in normal mode. Kom daarna. Vizuur. Snap verstoppen. Kan me niet pakken. Kut, Pik. Heks zijn dat, hè. Heks. Copyright. Dit is pas content, jongens. Ja. We zijn nu vol bloed. En dag 4. Nee, doe dat nog niet. Zo kan ik het niet editen, hè. Maar maakt niet uit, we gaan ontsnappen. We hebben al heel veel progressie geboekt. Die vieze slecht komt er weer aan. Ik maak de deur alvast open voor. Kut, daar komt ze. Godverdomme, waarom is ze zo koud snel? Gooi je tafel op. Ja. Kut tafel! Waarom? Wat is dit van ons? En die tafel gaat niet aan de kant. Zal mijn menige pak weer, Pik. Waarom is ze zo snel? Ik ga naar de kelder kloppen dan. Ja, ik ga naar de kelder. Waar is die tafel gebleven? Oh, die ligt helemaal hier nu. Oh, dit? Ze is echt snel, Pik. Kutzooi. Oké, deur ligt. Even dat hek omgooien hier. Oeps. Oh, sorry, Granny. Ja, sorry, Pik. Dit ging per ongeluk, Pik. Geen stress, toch? Ja, ik ga het niet leuk vinden. Verdomme, dat komt zo, hoor. Vizuur. Kijk maar, kom, we gaan naar Juke zo. Oh, ze heeft ook niet eens gezien, joh, die domme kak. Noep. Kan die tafel nog steeds bewegen? Nee, dat kan niet! Copyright. Oeps. Ja, Granny. Sorry, man.
Oh shit. Rennen. Oh, damn! Kutzooi, Beek. Ik word helemaal gek van die kut hoor. Ja, ik stop ermee op die fiets. Ja, dat kan niet. Met die onzin. Leg hem maar op. Copyright. Hallo jongens en meisjes. Vandaag zijn we weer terug bij de garage. En zoals u ziet, haakkruis is godverdomme me weggehaald! Klootzakken, er zijn er al schijnbaar achter gekomen. Dat weer een heel mooi haakkruis gezet. Oh. Kijk, zoals je ziet, de resten hier ook zijn nog aanwezig. En je ziet ook, ik weet niet hoe goed je dat in de video ziet, maar ja, kijk hier die streken zo. Je ziet gewoon die cirkel hier waar ze omheen gepoetst hebben. Ze hebben nog niet eens alles. Godverdomme, dat gaat er nog af ook. Ze hebben nog niet eens alles eraf gekregen, die sukkels. Dus sub en like als we een nieuw hakenkruis moeten maken met eventueel ander spul. Ja, weet je wel, dat is van belang. En dat is heel jammer dit. Nou mensen, dit was dus de vlog van vandaag. Jammer van het hakenkruis, maar daar kunnen we ook niks aan doen, weet je wel. Maakt niet uit, we maken wel een keer een nieuwe en doen wel eens wat anders. Content komt altijd. Sub, like de video en dan zeg ik tot de volgende keer. Yeah, let's go. Doei kutsen. Bedankt voor de video. What the fuck is je aan het doen?